Blijkt dat in onze gemeente schijnen 15 gezinnen gedupeerd te zijn door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Die gegevens moeten wij nog krijgen van de Belastingdienst. Daar hebben we nou een overeenkomst mee gesloten om die gegevens ook te kunnen krijgen. Eén gezin heeft zich al gemeld. En wij gaan gewoon kijken wat is er precies aan de hand, welke problemen hebben ze, waar kunnen we mee helpen, wat is nodig en wat dan nodig is, dat gaan we gewoon doen. Eigenlijk niet zozeer vanuit regels van wat willen we wel hebben, want nou is er ook gezegd, ja, moet de gemeente niet hun eigen vorderingen op deze mensen dan kwijtschelden. En dan zeggen wij van nou, laten we eerst eens kijken, is dat ook nodig? Hè? Want ze krijgen natuurlijk ook een bepaald bedrag van de Belastingdienst. Als er dan nog schulden resteren, onder andere aan ons, kunnen we natuurlijk altijd dan zien, moeten we die kwijtschelden of niet. En zo gaan we gewoon per geval kijken wat er nodig is en leveren we echt maatwerk. Dat is ook wat we willen.